Het rapport waarin het curriculum van de bacheloropleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement is opgenomen, is af. Minister Mike Nursalim van Binnenlandse Zaken nam dit rapport op dinsdag 13 februari in ontvangst. De overhandiging geschiedde door Lilian Kalender, voorzitter van de werkgroep Hoger Beroepsopleiding voor Ambtenaren. Alsjeblieft, het huis of uw kindje, ik weet niet. Baby. Ja, kijk, als ik het kan herkennen als DNA klopt met mijn DNA. Ja. Het document is een goede aanzet om op 1 oktober 2018 de HBO-opleiding voor ambtenaren te kunnen starten. Een aantal zaken moet nog in orde worden gemaakt, zoals het aantrekken van goed gekwalificeerde en gemotiveerde docenten. Minister Nursalim vindt de accreditatie van de opleiding ook belangrijk. Hij heeft de mogelijkheid besproken om de start van de opleiding simultaan te laten plaatsvinden met het proces van accreditatie. Het stukje van accreditatie, ja, het is ook belangrijk. Het is een belangrijk onderdeel. Maar ik zal mij ook niet laten weerhouden als het gaat om factoren. Het was niet altijd makkelijk gegaan. Als je dan moest wachten tot alles, daar start je nooit. Dus het gaat iets zijn welke simultaan zou moeten gebeuren, denk ik. Commissievoorzitter Kalender sprak haar dank uit voor de goede samenwerking tussen de commissieleden, het vertrouwen welke minister Nursalim in de commissie heeft gesteld en de vele adviezen die de commissie heeft mogen ontvangen. Ik denk daarbij aan de klankbordgroep. Dat is het overleg van de onderdirecteuren met wie we regelmatig overleg hebben gevoerd. Ik denk ook aan de werkveldcommissie. Dat zijn externe deskundigen die ons ook gevraagd en ongevraagd goed geadviseerd hebben. Maar ik denk ook aan andere ambtenaren die niet hier aan tafel zitten, die ook op allerlei manieren hebben meegeholpen, ook uw secretariaat en zo. Dus met z'n allen hebben we hard gewerkt en we zijn heel blij dat we vandaag het eindproduct aan u mogen overhandigen. De bewindsman zal binnenkort met de commissie van gedachten wisselen over de inhoud van het document. Ten behoeve van het Surinaams Diplomateninstituut SDI heeft minister Ildis Polak-Biegli van Buitenlandse Zaken 100 exemplaren van het boek The Governance of China 2 uit handen van de ambassadeur Zhang Yingxiong van de Volksrepubliek China mogen ontvangen. Dit boek is geschreven door de president van de Volksrepubliek China, Xi Jinping. Tot nu toe zijn er al meer dan 13 miljoen boeken gepubliceerd. Ja. Dus het kreeg heel groot aandacht in de wereld en heel groot impact in de wereld. Dus er zijn bij elkaar 17 thema's in dit boek over de praktijk van de Chinese socialisme met Chinese eigenschap. Dus ook de gedachte van Xi Jinping ten opzichte van hoe wij de ontwikkelingen van ons land. Dus wij denken met deze aandacht van en ook gedachte van onze president. Kunnen we misschien ook het beeld aangeven aan de wereld hoe wij ons land ontwikkelen en hoe wij onze weg van socialisme volgen. China is voor ons, hoe wij het bekijken, is een success story. En je moet van de goede dingen van anderen kunnen leren. Dus vandaar dat het nodig is dat ze dan het overal plaatje bekijken. En dan zijn er nog specifieke kneepjes. Ja? En tijdens de speech, tijdens de conversation die onze minister had met de ambassadeur, heeft u ook kunnen oppakken dat er meer actie zal volgen. Er is toezegging gedaan dat 20 van onze participanten nu ook een beetje in China zullen mogen rondkijken. En ook contact zullen hebben met het
instituut waar ze doen aan opleiding van diplomaten. Er zal meer ondersteuning vanuit de Chinese regering aan het SDI komen. Zo zullen 20 van de cursisten als onderdeel van de opleiding een maand in de Volksrepubliek China doorbrengen om invulling te geven aan het internationaal element van de opleiding. De kosten voor dit bezoek zullen volledig door de Chinese regering worden gedragen. Na afloop van de overhandiging mocht elk van de cursisten een exemplaar van dit boek in ontvangst nemen. Hiermee kunnen zij meer inzicht krijgen in de principes die de Volksrepubliek China toepast bij het besturen van hun land, natievorming, buitenlands beleid, internationale relaties, het realiseren van economische groei, welvaart en welzijn voor hun bevolking. Ik hoop dat in het nieuwe jaar kunnen wij met moed, met toewijding kunnen we hard werken voor een beter leven in het jaar van de hond. Dus ik wens alle mensen in Suriname een heel voorspoedig een jaar van de hond toe. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft een comité samengesteld die ervoor zal moeten zorgen dat klachten en tips vanuit de samenleving sneller en efficiënter aangepakt worden. Deze taskforce bestaat uit de Milieupolitie, Bouwpolitie en het Korps Politie Suriname. En daarnaast hebt u ook de mensen die dusdanig ons milieu vervuilen. Daar gaat de Milieupolitie, gaat er scherper op letten. Deze taskforce is geïnstalleerd door de minister en valt ook rechtstreeks onder de minister. Waar men zich niet mee moet vergissen, dat de Milieupolitie heeft dus dan niks te maken met BOG. Dat van BOG valt onder een heel ander ministerie, omdat er vaker ook klachten komen vanuit de samenleving en blijkt dat het eigenlijk dan een gedeelte is van BOG. De Milieupolitie is sect voor vervuiling van ons milieu en natuurlijk ook als je praat over grof vuil, mensen die zeker wel onze grote kanalen of trenzen vervuilen. De taskforce is ingesteld om zaken sneller af te handelen. Overtredingen aangaande het milieu zullen door de Milieupolitie verder worden bestudeerd. Bij overtreding van de bouwwet zal door de Bouwpolitie worden ingegrepen, terwijl milieuvervuilers door de Milieupolitie worden aangesproken. Voorheen waren er niet echt sancties bij overtredingen, maar sinds de instelling van dit comité is er verandering gebracht in dit stuk van het beleid. De werkzaamheden dat wij doen is een controle uitoefenen op een milieuzaken. Zaken die verkeerd gaan binnen dat kader. Wij letten zo op een illegaal vuilstortplaatsen. Bermen die bevuild worden, het zij met zwerfvuil, het zijn met obstakels. Wij letten op percelen die onder wiet staan, hoogwiet zoals we het in de volksmond kennen. Autowrakken die op de bermen geplaatst worden. Ja? Dat alles controleren wij van de Milieupolitie. Ik mag u aangeven dat het menens is van de minister dat er een taskforce is in het leven is geroepen om dit alles streng aan te pakken. Als Surinamers willen wij allemaal
leven in een schone omgeving. Dus en, vanaf nu, het was het altijd zo, maar er wordt een extra duwtje gegeven, ja, om dit en, zoveel mogelijk, ja, hoe zal ik het zeggen, tot het verleden te laten boren. De taskforce valt rechtstreeks onder de minister van OVTNC. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om zoveel mogelijk met de milieu- en bouwpolitie in contact te blijven, zodat maatregelen getroffen kunnen worden tegen vervuilers van het milieu en overtreders van de wet.